Een hele goede middag. Heel leuk dat u kijkt naar het vragenmomentje met onze nieuwe minister Dennis Wiersma. Uh, mijn naam is Lotte Leidekkers. Ik ben op dit moment werkzaam voor Stichting Leerkracht en werk voor een schoolbestuur in Amsterdam-Zuidoost. En vandaag uh, is eigenlijk het doel om de nieuwe minister die naast me zit mee te leren kennen. Uh, en om te horen wat er speelt in onderwijsland. U kunt de vragen die u heeft of opmerkingen kwijt in de chat. Die ziet u als het goed is bij u in beeld. Uh, er zit een moderator bij ons achter de knoppen en die zal de vragen die u stelt doorsturen. Zodat ik ze aan de minister kan stellen. Minister Wiersma, hartelijk welkom. Ja, hoi. Wat leuk. Like. U bent net een week bezig, uw allereerste week als minister van Primair Voortgezet onderwijs. Kunt u een klein inkijkje geven in hoe uw week is geweest? Ja, dat is natuurlijk wel ook een gekke week. Want, uh, heel bijzonder. Allereerst, hè, vorige week stonden we hier uh, in Den Haag op het uh, bordes. Maar dat voelt ook altijd wat ongemakkelijk. Want je wil toch echt zo snel mogelijk iets gaan doen. Uh, en eigenlijk daarmee bezig zijn met waar je voor komt. Nou, eigenlijk het onderwijs. Dus ik heb wel, ik was meteen vorige week, ik kon het niet laten om ook, omdat de scholen weer open gingen. Uh, meteen ook een bezoek te brengen aan een school begon de week daar, uh, daarmee en ook niet, niet voor niks, omdat ik wel het gevoel heb dat er gebeurt wel heel veel op dit moment in het onderwijs, wat ook best wel spannend is. Een enorme, uh, nou ja, heel veel vraagt ook van uh, leerlingen, maar zeker heel erg veel ook van leraren. Uh, dus ik had wel het gevoel dat ik daar wel meteen ook moet zijn. Dus dat heb ik, nou afgelopen week ook uh, gedaan en vanmorgen ben ik op mijn oude middelbare school, of mijn oude basisschool geweest in Friesland. Uh, Zoveel mogelijk mensen spreken. Dus dat maakt het heel leuk deze week. Maar ook natuurlijk spannend, want je begint aan iets nieuws. Dat is altijd spannend. Ja. Maar daar helpt nou ja, dit gesprek ook weer mee. Want ik vind het ook wel leuk om nou, echt te beginnen, veel te horen. Uh, eigenlijk een soort speedcursus. Uh, ja, onderwijs. Onderwijs te krijgen. <laughs> ja. ja. En zijn er een aantal opmerkingen of dingen deze week geweest die u zijn opgevallen, waarvan u nu al denkt, oké, okay, dat neem ik mee? Nou, misschien wat mij vanmorgen opviel bij die basisschool bijvoorbeeld, uh, dat vond ik, dat raakte mij wel, was die leerlingen, van groep 8 ging ik mee in gesprek, hadden allemaal vragen voorbereid en daarna mocht ik hen vragen stellen uh, en, en ik, ik vroeg hen ook uh, hoe was het nou met die, die kerstvakantie, uh, want mm -hmm. ze moesten eerder uh, stoppen met school. Nou, de school heeft nog best voor veel leerlingen wat doorgezet, maar sommigen hadden ook echt, uh, uh, waren niet op school en toen Vroeg ik, vinden jullie dat nou leuk? Nou, dat vonden ze eigenlijk leuk dat ze extra vrij hadden. Maar daarna zeiden ze ook meteen: maar als dat nog langer had geduurd, vinden we het eigenlijk niet meer leuk. En ik vond dat ook wel een heel tekenend antwoord. Want dat is dus ook eigenlijk beseft dat school dus de plek is waar je graag naartoe gaat, waar je met je vriendjes speelt, maar ook waar je de basis voor je toekomst legt. En als je daar niet bent, dat dat je dus ook direct op achterstand kan zetten. En dat raakte mij wel, omdat het eigenlijk meteen het belang weergeeft van onderwijs, maar ook wel hoe moeilijk dat soms in deze tijd is. Ja, want nu met COVID-19 natuurlijk zitten we in een hele lastige uh, periode. Ja. Zeker de leraren, de leerlingen ervaren gewoon veel meer druk, werkdruk. Maar ook sociale druk, of eigenlijk sociale armoede. Maar er komt ook een heel groot deel bij kijken. Het um, zorgt voor innovatie. Hoe kijkt u daartegen aan? De innovatieslag die het onderwijs nu heeft gemaakt, maar misschien ook nog wel volgens u moet maken. Ja, de, de, de mensen die ik tot nu toe gesproken heb, die zeggen op, op dit soort vragen, hè, daar kom je op een gegeven moment wel op, maar die zeggen eigenlijk, daar kom ik niet eens helemaal aan toe. Hè, ik ben überhaupt nog bezig om dat wat ik allemaal bedacht had voor dat uh, actieplan onderwijs, om dat eigenlijk nu uit te voeren. Sterker toch, daar kom ik misschien niet eens aan toe. Want we komen elke keer weer, als er weer een, uh, een, extra, uh, een klas weer in quarantaine moet, zit ik weer op achterstand en moet ik weer kijken hoe ik die leerlingen ga helpen. En degenen die het het meeste nodig hebben dan lukt het me toch nog het, het moeilijkst om dat ook te kunnen bieden. Dus die hele vraag van, ja, maar we kunnen ook uh, innovatie of nieuwe dingen doen... volgens mij is die wens er wel heel erg... maar heb je ook gewoon de realiteit die, die dat best wel moeilijk maakt. Dus uh, die balans houden tussen uh, nou ja, zorgen dat, dat, dat je wel die aandacht kan geven... dat je wel het gevoel hebt dat je het aan kan. Het speelde ook mee dat je niet genoeg collega's hebt... Of, ondersteuners ook nog in je klas kan vinden om te helpen bij dat goede onderwijs. Dat speelde daar ook. In Friesland, de boel ligt echt daar droog, maar dat, goed, dat is heel herkenbaar. Helaas ben ik al achter voor de rest van het land als het mm. gaat om mensen kunnen vinden. Maar is die basis en dat, nou ja, zorg dat je daar je werk kan doen eigenlijk, zoals je dat zo graag wil doen, ja. dan kunnen wij helpen in ondersteuning met natuurlijk zo'n actieplan, maar vooral ook die scholen open houden, maar ook als je tegen dingen aanloopt, extra hulp bieden. Ja, en dan kan je daarna ook verwachten van het onderwijs dat ze kijken hoe kan ik nou iets op een nieuwe manier of anders doen. Maar het is wel die twee die allebei wel heel belangrijk zijn. En dan begint het wel met die basis. Ja, dus u ziet nu ook, het is vooral overleven nu. We krijgen ook een vraag binnen van Brit, Hoe zorg ik er nou eigenlijk voor dat mijn onderwijs op peil is als de besmettingen hoger zijn dan ooit? Ik verwacht niet dat u daar per se een antwoord op heeft, maar zijn er tools die u wilt inzetten? Of u noemde net al even het masterplan. Ja. Maar, hoe verhoudt zich dat tot de situatie nu? Nou ja, die, deze vraag van dit snap ik uh, heel goed. Want dit is ook wat ik vanmorgen uh, hoorde. Dus je bent met man en macht aan het ja. organiseren. En soms dingen aan het organiseren waar je eigenlijk niet voor opgeleid bent. Hè? Want je, je bent aan het kijken als er weer een klas thuis is. Hoe moet ik dat dan doen? En wie, hoe krijg ik die kinderen toch dan naar school? En hoe krijg ik dat organisatorisch zo dat het dan ook mag. Dat is allereerst eentje die heel moeilijk is. En die ik ook, ik bedoel, laten we met z'n allen hopen dat we het coronavirus kunnen uitbannen, Maar ook niet helemaal kunnen doen. Dus we moeten er naartoe dat, dat we proberen daar allemaal zo goed mogelijk mee, 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 mee te roeien. Maar dan snap ik deze heel goed. En wat ik hier, wat ik vanmorgen hoorde. Ik, ik ben ook benieuwd hoe Britt dat uh, ziet. Is dat je in ieder geval aandacht, tijd wil hebben om aandacht te kunnen geven. Daar waar het, het, het moeilijkst is bij, 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 bij jongeren. Dat waar we kunnen, we extra hulp bieden met. Nou ja, personeel, uh, of met het werven, of uh, met, met andere mensen die rond zo'n school zouden kunnen helpen. Maar dat is allemaal niet 1, 2, 3 geregeld. Dus we moeten ook met z'n allen, denk ik nog beter, uh, eigenlijk met het onderwijs om de tafel, en kijken hoe gaan we nou met, met elkaar dit doen. En wat heb je nou nog meer nodig dan dat we, wat we nu al hebben geboden? Want dat is ook niet niks. Hè? We hebben het hele actieplan en, dat is, en geld zijn dat miljarden. Maar als die school vanmorgen en ook Brit zegt, ja, waar komen we niet eens aan toe? Want ik moet alweer iets nieuws doen, omdat het onderwijs weer verandert, of omdat er een klas thuis moet blijven. Ja, dan, dan is het heel moeilijk werken. En toch doen heel veel docenten dat dag in dag uit. dat vind ik ongelooflijk knap. Dat heb ik vanmorgen ook gezien. Uh, ja, en waar ik kan, wil ik daar heel graag mee helpen. Dus laat ook weten hoe ik dat kan doen, wat je nodig hebt. Ik kom ook graag een keer langs. Uh, ik wil graag veel zien, en veel horen, en ook veel samen doen. Nou, dat, dat is alleen maar positief, lijkt mij. Um, er komt ook een vraag binnen hoe u aankijkt tegen kansenongelijkheid. Want naast dus dat COVID heel veel andere fronten grote impact heeft, heeft het ook heel veel impact op de kansenongelijkheid die er dus al is. U noemt ook steeds dat u dat een belangrijk uh, item vindt. Ja, zeker. Um, hoe, hoe denkt u dat, dat, ja, dat nu de regering dat het beste kan bestrijden? Wat gaat u doen om de kansenongelijkheid tegen te gaan? Ja, op, op school leg je de basis voor een mooie toekomst. En eh, ik wil dat ieder kind die kans krijgt op die mooie toekomst. En dat is iets wat heel makkelijk gezegd is. Maar als we dan kijken naar de afgelopen jaren... dan zie je dat er wel degelijk verschillen zijn. Dat die verschillen soms ook groter zijn geworden. En eh, nou, ik, 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 ik was in Friesland, daar zie je soms ook die verschillen. Hè? Dus dat, 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 ook in het advies, het schooladvies wat, wat je krijgt... dat is in de regio soms weer anders... In de ene regio weer anders dan in de andere, um, maar het moet niet uitmaken waar je woont, ook niet waar je vandaan komt, voor de kans die je krijgt, zowel voor het goede onderwijs als daarna ook de kans in je vervolgonderwijs en misschien wel daarna ook het vinden van natuurlijk werk. Um, en dat is wel een zorg. Um, dat is ook mijn zorg. Ik ben zelf wel een, een, een stapelaar. Ik, ik vertel dat ook graag, omdat ik ik hoop dat uh, veel mensen die ik dat vertel, ook afgelopen week, die zeiden ook, ik ben ook een stapelaar en ik werk juist daarom ook in het onderwijs. Omdat ik vind dat we dat vaak nog meer moeten mogelijk maken, maar ook omdat het zoveel moois oplevert. Daarmee bedoelt u het stapelen van opleidingen? Precies, als je start op het VMBO, dat je daarna bijvoorbeeld nog naar de HAVO gaat of juist naar het MBO en een heel mooie vakopleiding doet. En misschien wel, hè, want die, dat is ook wel eens een door in mijn oog. Uh, dat VMBO moeten we echt op het schild hijsen. Want als je kijkt overal om je heen, iemand vinden thuis om een verbouwing te doen. of een zonnepaneel op je dak te leggen. of een technicus vinden. die komen allemaal van het MBO. Die hebben heel hard nodig, want ze zijn er niet. Ze verdienen overigens ook nog goudgeld straks. Mm -hmm. uh, en, en die moeten we echt op het schild hijsen. Maar dat betekent ook dat, dat als je dat doet. en dat heb je misschien straks dan heb je een opleiding gedaan. maar je wil nog een HBO-opleiding doen. dat je nog een specialisme wil uh, zoeken. dat dat makkelijker wordt gemaakt. En dat je ook op die manier. Uh, nou ja, het kan stapelen uh, gedurende je leven. Want je gaat misschien de eerste 18, 20 jaar wel naar school, maar dan is het ook niet klaar. Hè? Uh, steeds vaker zien we dat wat je misschien geleerd hebt op school, dat dat over vijf jaar misschien niet meer genoeg is. Dus we moeten dat stapelen eigenlijk je hele leven uh, doen. Nou, in mijn geval, ik heb het MAVO-HAVO inderdaad gedaan. Um, en dat is ook iets wat hoort bij kansengelijkheid. Dat je, het kan ook een keer tegenzitten uh, in het leven, um, de omstandigheden kunnen je uit het lood slaan. Nou, dan. Hebben we gelukkig het geluk dat er op al die scholen hele goede hulp is. Uh, goede leraren die je dan helpt om toch verder te komen. Maar ook dat is soms niet genoeg. Soms is het ook even dat je even niet zoveel met school bezig bent. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. En dan is het ook even zoals het is. Maar dan kan je op een later moment, als die kansen er zijn, die weer grijpen en weer verder komen. Daarvoor is ook wel iets nodig van scholen. Want leerkrachten willen altijd het beste voor hun leerling. Ja. Eigenlijk waar, waar we ook les geven of waar ze ook zitten. Um, maar toch is er die kansenongelijkheid. Dus ziet u ook iets van zo kunnen we scholen beter bedienen of zo kunnen we de leraren nog bewuster laten worden van dat het er is en hoe we er beter mee om kunnen gaan? Zitten daar misschien ook nog uh, kansen? Ja, maar dat begint volgens mij gewoon met aandacht uh, en, en, en hulp en begeleiding en kunnen inschatten wie wat meer nodig heeft en wie wat... En wat iemand dan nodig heeft, dat valt in staat met een goede leraar. Die, die kwaliteit die staat voor de klas. Volgens mij moeten wij ook met z'n allen zeggen, en dat, dat hebben we volgens mij altijd gedaan, maar dat wil ik ook, uh, ook doen en misschien nog meer doen. Um, dat alles wat nodig is om die leraar dat werk goed te laten doen, moeten we met elkaar doen. Hè? Dus als er ingewikkelde regels zijn of rompslomp waar je tegenaan loopt, en die jou in de weg zitten om die begeleiding en die extra hulp te bieden, ja, dat willen we niet. Nee. En het is ook niet zeer, we moeten ook oppassen dat we zeggen ja, dat komt door Den Haag of dat komt daardoor. Misschien is dat het gevoel, is. moet ik er wat aan gaan doen om dat weg te nemen. En daarom is het ja, heel veel bij die problemen ook kansongelijkheid. Dat is iets waarvan, natuurlijk Den Haag kan zeggen we moeten het oplossen, maar het wordt opgelost in de klas. En wij moeten de ruimte creëren om dat te kunnen doen. En als dat niet lukt moet je tegen mij zeggen wat er misgaat, dan moet ik langskomen en dan moet ik dat beter maken. Dat is mijn opdracht voor de komende jaren. Dat is onze opdracht voor de komende jaren, want we moeten dat samen doen. Ik kan dat niet alleen. Ik kan dat niet oplossen met een druk op de knop. Maar mensen die het weten hoe je het zou kunnen oplossen en welke stap je moet zetten, die staan voor de klas. Ja. En de mensen die het nodig hebben zitten in de klas, dus daar moeten we zijn. Ja, aan mij om te helpen dat te brengen, dat zou echt niet altijd goed gaan. We moeten ook eerlijk zijn, want het zijn niet makkelijke problemen. Um, maar ik ga mijn best doen. Elke dag. En graag met al die mensen in het onderwijs. Er kwam ook een vraag binnen over wat zijn nou de. de er staan al een pra aantal prachtige dingen in het regeerakkoord. Um, wat zijn nou de speerpunten waarvan u nu denkt: hier ga ik als eerste mee aan de slag. Wat heeft topprioriteit? Ja, er staan een heleboel in. Ja. 60 ja. maatregelen, ja. Uh, geteld. Gelukkig ook met uh, geld. Dat helpt ook. Het is niet alles. Maar uh, helpt wel hier. Uh, de belangrijkste, uh, ja, die zit misschien wel in dat hele kopje kansenongelijkheid. Maar als ik er eentje uitpak die daarin heel belangrijk is, bijvoorbeeld die basis, die stevige basis die je nodig hebt voor, je mooi, voor die mooie toekomst, dat zit ook gewoon in wat leer je aan lezen, rekenen uh, en schrijven. En we zien nu al natuurlijk in Nederland meer dan een miljoen analfabeten. Dat zie ik thuis ook. Mijn, mijn, mijn moeder typt nog sms'jes naar mij met, met spaties zonder punten en hoofdletters. En, en ik, ik denk dat dat begint op school. Dat je dat leert om, om dat op, op, een, op een goed niveau te doen. We zien het nu steeds een beetje dalen. Dus dat niveau moeten we omhoog klikken. Maar dat we ook leren dat, dat wat je nu nodig hebt, dat dat misschien uh, iets anders is dan je morgen nodig hebt. Dus dat je ook een soort nou ja, leer-ontwikkelingsgerichtheid. Ook in dat onderwijs weet te brengen. Zodat je weet dat het niet alleen op dat moment op die school is wat je moet doen, maar dat het eigenlijk je leven lang ook doorgaat. Maar lezen, rekenen en schrijven, die basis, uh, die basis bepaalt hoe je vervolgens je vervolgonderwijs inkomt. Hoe je daarmee komt in het lezen van een boek. Wat je opslaat. Wat je kan schrijven als je een opdracht moet doen. Uh, hoe je daarna een sollicitatiebrief opstelt. Um, als je iets moet berekenen, hoe je thuis ook je financiële huishouding doet. Dus dat zijn zulke belangrijke basisvaardigheden waar ik toch elke keer van schrik dat we daar in ieder geval niet in slagen om het steeds beter te maken. Um, en dat, uh, dat is eentje waar ik denk ik ook in de klas merk, de docenten die ik tot nu toe gesproken heb, die zeggen: Ja, wij willen daar ook heel graag uh, nog veel meer mee doen. Maar geef ook die ruimte. Nou, dan helpt het dat er een masterplan bijvoorbeeld nu staat in het regeerkorps, wat er moet komen voor uh, rekenen, lezen en schrijven. Maar een deel daarvan valt of staat, denk ik, ook wel met: uh, hebben we leraren? Er komen ook veel vragen over het uh, lerarentekort. Ja. Met name, hoe, hoe maken we nou het beroep aantrekkelijker? Als u al denkt dat dat nodig is. Dat ben, daar ben ik heel benieuwd naar. En ook, ja, wat voor plannen komen er nog om dat lerarentekort dus aan te pakken? Want ja. alleen dan hebben we dus ook genoeg handen in de klas. en hebben we genoeg mensen om dus ja. dat, dat die Recht. basis op een degen, gedegen wijze aan de leerlingen uit te leggen. Ja. Dus, dat, dat ben ik met je eens. Um, ik denk dat er drie dingen voor belangrijk zijn, maar laat ik daarvoor al even zeggen dat het ook voor mij natuurlijk nog zoeken is. He, dat, dat is ook waarom we dit gesprek doen. Ja. Want ik wil dat niet alleen bedenken. Uh, sterker nog, um, als ik het bedenk, is het misschien ook niet eens goed. He, dus dus dat, dat, dat één. Maar dan zijn er denk ik drie elementen. Eentje is dat vak aantrekkelijk maken. Dat heeft iets met opleiding te maken, dat heeft ik, iets met de status van het vak te maken, maar ook gewoon met salaris. Daar staan een aantal voorstellen in het regeerakkoord, die moeten we uitvoeren. Twee is dan vervolgens andere mensen nog uh, verleiden om in dat onderwijs te komen. Als je er niet in de eerste plaats voor gekozen hebt. Dus kijken of mensen in bedrijven of in andere organisaties. of via het ministerie. je bent ooit ook ambtenaar in combinatie met leraar geweest. Dat soort initiatieven. Uh, nou, en heel veel enthousiasme, vooral of ook van jou. Of van al die mensen die misschien nu ook kijken. te vertellen dat je echt dat onderwijs in moet willen. omdat het superleuk is, maar vooral heel belangrijk. Voor ons allemaal. Dat is twee. En dan drie is denk ik ook dat we ook met elkaar gewoon een gesprek moeten hebben over ja, hoe ziet nou ook het onderwijs de komende jaren dan uit? Welke, hoe ziet dat zo'n tekort? He, want ik kan, ja, we weten niet hoe, hoe, precies hoe je het moet oplossen. Want we hebben niet alleen tekort in het onderwijs natuurlijk. Maar als, je, als straks de trassen weer open zijn, staat de helft leeg. Niet omdat het dicht is, maar omdat ze geen mensen kunnen vinden. Dus we moeten ook zoeken hoe gaan we nou in de komende jaren daarmee om in het onderwijs. En, eh, nou, hoe gaan we dat beter maken dan? Dus daar moeten we ook met elkaar volgens mij over Hoe dat onderwijs wel zo belangrijk blijft als het nu ook is. Ondanks dat er misschien ook een tekort is. Hoe gaan we dat dan doen? Dus nou ja, één, plan in de regeerkorps om het aantrekkelijker te maken. Twee, mensen van buiten enthousiast maken om in het onderwijs te willen stappen. En drie, ook met elkaar nadenken over de komende jaren. Hoe maken we dat onderwijs nou nog, nog mooier en beter? Um, gegeven dat er misschien ook wel, uh, toch best wel structureel, dat leraar tekort is. Ja, um, zeker. En we hebben natuurlijk ook nog te maken met al die gelden, uh, de NPO-gelden, die allemaal, ja, er is gewoon heel veel geld eigenlijk beschikbaar naar RATO voor de scholen um, om de onderwijsachterstanden die er zijn uh, ja, in te lopen. Ja. Uh, er zijn heel veel vragen over. We merken ook dat er vragen heel inhoudelijk zijn. Dus ik weet niet of dit helemaal het moment is om dat, euh, om dat te behandelen. aangezien het je eerst. We kunnen alles proberen. Ik weet niet of ik alles uh, weet... maar dan kan ik nog zeggen dat ik er net een week zit. Ja, dus dan gaan we het mocht, uitzoeken. Mochten dat er het. wat vragen inhoudelijker zijn, dan mogen ze wel doorkomen. En dan gaan wij kijken wat we ermee kunnen doen. Ja, en anders kan het ook, uh, kunnen ook een tip zijn hè? van let hierop. Of ik merk dit in ja. mijn school. Of ik merk dit in mijn klas. Kunnen we, kan je ervoor zorgen uh, dat dat duidelijker wordt? Precies. Of ja. uh, begrijp je deze zorg? Of... Nou, dat is ook nuttig voor nu. Het is leuk om mij vragen te horen beantwoorden... maar het is voor mij ook heel nuttig om jullie ervaringen te horen. Nou, en ook goed om te weten dat alles wat in de chat wordt gezegd... Uh, slaan wij op. Oh, top. En dat komt in een prachtig bestandje uh, naar u toe. Ja, en dan gaan dus wij antwoorden opgeven. Dan gaan we daar of antwoorden opgeven... Of, of meenemen. neemt het mee in uw beleid. app. Ja. Uh, neemt het mee, maar dat is ook al soms een reden dat is een om het niet... Is ja, dat is een gevaarlijke dat klopt. zin. Dat klopt. Uh, dus we willen er uh, echt iets mee doen. Ja. Uh, er kwam ook een vraag binnen over het uh, praktijkonderwijs. Dat dat een steeds uh, prominentere plek krijgt. Hoe ziet dat er volgens u concreet uit, wordt er gevraagd? Ja. Heeft u daar al ideeën over? Nou, heel eerlijk, ik heb, ik heb niet een uitgewerkt plan... voor hoe we dat verder gaan brengen nu. En ik zou het wel mooi vinden om dat te gaan maken. Dus ik vind het... Uh, het, het is ook belangrijk, het praktijkonderwijs. Het geeft ook ruimte om, om op, een, uh, op een goede manier onderwijs te ervaren en ook met één dat, dat te doen op een manier die bij jou past, mm -hmm. namelijk in die praktijk. Dus wij moeten zorgen dat dat, dat, dat kan. Het is goed dat daar meer aandacht voor is, maar ik zou ook wel willen weten van mensen in het praktijkonderwijs waar dat dan, hè, wat de volgende halte moet zijn daarvoor. Um, in de politiek weten we dat meestal wel, er zijn heel veel debatten in de Kamer, er wordt heel veel over ja. gepraat. Dat vind ik goed, want daar is er aandacht voor. Maar helpt mij ook wel uh, nou ja, met die kennis uit de praktijk. En ik zou het heel leuk vinden binnenkort. Ik, ik ben nog niet op zo'n school geweest in praktijkonderwijs. Om, uh, om dat ook te bezoeken. Dus uh, nodig mij ook uit als je denkt. je moet hier echt een keer komen kijken. Ja. Dat heb ik zo vaak gezegd. dat er ook heel veel uitnodigingen al zijn geweest, overigens. Ja. Wat niet betekent dat we dan uh, dus mensen teleur gaan stellen. maar het kan wel even duren. Ik zag onder uh, maar... de LinkedIn-post al aardig wat aanvragen. van ja. scholen. Ja, die uh, maken we echt in beeld nu met een map. Zeg maar dat als ik ergens uh, op bezoek ga. dat ik ook spontaan. Die, ja, ja. Ik, ik had vandaag nog. Ik zou onderweg naar hier weer uh, vanuit Vries van de Angst komen. Dat was uh, OSG 7 Wolde, een middelbare school. Dat had een in ja, Duits gezegd: Nou, kom maar uh, bij mij ook, ook spontaan. Dat wilde ik heel graag, maar dat lukte toch in de tijd niet, want anders was ik hier te laat. Maar dat soort uh, nou, bezoekjes zou ik wel willen proberen. Wat in het vat zit, zeggen ze dan ja, toch? Ja, zo is het. Um, ook in het VSO. Uh, we zien nu dat de uitnodigingen binnenstromen. Dus dat is. Uh, Kijk. Het zit, ja. zit niet om werk verlegen de komende tijd, denk ja. ik. Um, er is een vraag over academisch opgeleide leerkrachten in het basisonderwijs. Ja. Die um, uh, verdienen een mooie plek in het onderwijs, kunnen misschien ook iets anders bijdragen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat is. Ik bedoel, um, iedereen die we ook vanaf. Of op de universiteit kunnen enthousiasmeren om naar het onderwijs te komen. Dat is mooi. Uh, en die, iedereen brengt ook op zijn eigen manier weer kennis mee. Dus als je uit een bedrijf komt en je wordt leraar, of je komt vanaf de PABO en je wordt leraar, uh, of, of je bent ooit leraar geweest, twintig jaar misschien niet, en je wilt toch weer in dat vak komen. Uh, je brengt allemaal iets mee wat interessant is. En dat geldt ook voor die academische PABO's. Als je alleen maar academici voor de klas zou hebben staan, dan zou het ook niet goed komen. Uh, maar juist die mix is mooi. Uh, ik denk ook dat die academische PABO. Ook iets doet voor uh, mensen die zeggen: Nou, ik heb nu weer pedagogiek uh, gestudeerd, maar ik vind het toch wat abstract. Ik zou wel echt iets in de praktijk uh, willen. Nou, dan is dit een mooi voorbeeld. Of mensen die misschien een universitaire studie hebben gedaan en misschien ook wel leraar willen worden. Dat je dat misschien doet. Je in je tweede graad heel uh, relatief, uh, uh, als je daarop focust, kan je daarin specialiseren op de universiteit. Maar dat is het is ook mooi als dat je dat natuurlijk niet voor, misschien dan niet voor het VO kiest... maar dan dat je zegt, nou, ik ga gewoon voor die klas in het basisonderwijs staan. Uh, en dat je die stap naar zo'n academische paal ook daar makkelijker weet te maken. Maar het hoeft niet per definitie alleen academisch te zijn. Ik zou ook zeggen, je kan net zo goed als je op de universiteit iets hebt gedaan... een vak geleerd uh, en je zegt, nou, het is me toch wat abstract... en ik wil die wetenschap helemaal niet in, ik wil gewoon de praktijk in... dat je gewoon naar het HBO gaat om, om, die, om dat te maken. We moeten het niet doen alsof dat dan verschilt, want het doel is goede mensen voor de klas en de routes daar naartoe kunnen verschillend zijn. En ja, we willen zoveel mogelijk mensen voor de klas, dus hoe meer routes in die zin, hoe beter. Ja. Er wordt ook gezegd of u zei net al een aantal keer van ik wil heel graag met mensen ontwerpen, niet dat u degene bent van ik ga dit plan maken voor het praktijkonderwijs, ja. maar samen. Heeft u daar concrete ideeën bij? Hoe wilt u dit gaan bereiken? Uh, ik ja. denk meteen aan denktanks, wordt er ja. vaker genoemd, maar. Wat, wat, uh, ja. ja, ik wat, weet niet of het onderwijs is al doodgegooid met, met denktanks en actieplannen. En, uh, en deels doet dat het regeerakkoord ook weer. Hè. Dus het zijn ook weer wensen die we proberen om te zetten in goede plannen. Alleen goede plannen, uh, die, 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 die kan je uit, vanuit Den Haag bedenken... maar die moet je dan in de praktijk toetsen... en ja. proberen te zorgen dat dat plannen van de praktijk zijn. Nou, dat is mijn ambitie. Ik wil het dus samen doen, maar dat zal per plan verschillen hoe we dat gaan doen. Dus als het over lezen, rekenen en schrijven, dat is zo'n masterplan, wat dan in het regeerakkoord staat. Ja, dan zullen we toch moeten kijken met mensen in die klasse die hiermee bezig zijn, hoe we dat naar een hoger niveau krijgen. Maar dat is weer een andere discussie dan als het zo meteen gaat over het aantrekkelijk maken van het beroep. Of meer mensen geïnteresseerd krijgen om leraar te kiezen. Dus we zullen ook een keer moeten kijken naar waar ook mensen in het onderwijs hun kennis, maar ook vooral hun energie hebben zitten. En die erbij strepen. Maar het is ook zo: van bied je ook aan. He, want uh, het is heel makkelijk, dat heb ik zelf ook wel gemerkt, als ik het onderwijs bijvoorbeeld niet goed vond, om dat te zeggen en dan met elkaar over te praten. Maar ik denk niet dat dat dan in Den Haag niet aan zou komen of niet belangrijk is. Wij vinden, ik vind dat wel belangrijk. Uh, het komt wel aan als je je meldt, maar meld het wel. Uh, en het is aan ons om dan ook te zorgen dat je daar antwoord op krijgt. En ik kan me ook voorstellen dat dat niet meteen lukt, omdat wij heel veel krijgen, dat je dan denkt, nou, hè. Uh, maar toch moeten we het zo proberen. Uh, dus ik zou ook per plan gaan kijken uh, op welke manier we dat met elkaar moeten doen. Maar ik heb ook niet alles nu al bedacht. Ik ben ook net begonnen. Uh, en als er andere mensen zijn die al goede dingen hebben bedacht... en het zou zomaar kunnen dat het zo is... ja, deel dat. Uh, want da daar gaan we echt veel aan hebben dan. Kijken ongetwijfeld. Ik hoop het. Het kan niet anders. Ja. Um, een aantal inhoudelijke vragen zie ik binnenkomen over het NPO... Ja. En dan met name over nou, wat ook al eerder wel uh, de kritiek of de zorgen waren. Over dat het geen structureel geld is. Dus dat er ook zorgen zijn over dat het wordt ingezet voor uh, tijdelijke leerkrachten. Ja. Daarna kan de kwaliteit niet gewaarborgd worden of er vliegen mensen in van buiten. Ja. Die iets meenemen, maar niet iets duurzaams eigenlijk neerzetten. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, je... Hoe plan ik nou voor twee jaar iets wat misschien wel veel langer heel belangrijk is? Dat is ook een beetje de vraag. Want ja. aan de ene kant heb je achterstanden, die waren er al, aan de andere kant heb je vertraging. En die is er nog steeds en misschien is die nog wel groter aan het worden. Dus de vraag over hoe ga je dat nou niet alleen voor twee jaar regelen, maar voor de lange termijn, die snap ik heel goed. Dat is ook een terechte vraag. We zijn nu, wat ik heb gezien, bezig om een te monitoren over hoe het nu uitpakt. Er komt ook een. Uh, we zetten dat ook onder elkaar, en dat komt ook het eerste kwartaal, gaan we dat ook publiceren, gaat ook naar de Kamer. Dus dat is een eerste doorkijk van hey, wat zien we nou en hoe het werkt en ook wat, wat er nog beter moet. En ook ja, wat dat betekent voor de langere termijn. Dus uh, deze vraag snap ik heel goed, die neem ik daar ook in mee. Want daar ga ik me natuurlijk nu komende weken ook op inlezen. En ook uh, horen uh, wat, dan, uh, wat een, een goede, goede aanpak is voor het vervolg. Want dat er een aanpak nodig is... Uh, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, of dat op dezezelfde manier moet of op een andere manier. Ik moet denk ook goed kijken waar zit nou de problemen zo meteen het meest en waar zitten ook de meeste zorgen. Ja, en dan ga ik daar graag uh, een vervolg aan geven. Maar, nou, het eerste kwartaal gaan we dat nu onder elkaar zetten en komen we daar daarna ook op terug. En die monitor, bedoelt u de monitor die is uitgezet onder scholen ja. om te kijken wat er op dit moment is gedaan met de NPO-gelden en wat daarvan de impact is geweest? Ja. Toch? ja. En ook hoe zij nu ervaren natuurlijk wat ze daarvoor hebben kunnen doen en of ze ook het gevoel hebben dat wat werkt en wat niet werkt. Bijvoorbeeld die school die ik net noemde waar ik vanmorgen was, die zei ja we komen eigenlijk wel een prachtig plan, we echt heel enthousiast over, maar we komen er eigenlijk niet aan toe om dat nu uit te voeren. Ja, uh, ja dat is natuurlijk niet fijn. Dus als dit soort geluiden bezet uit die monitor komen, dan betekent dat dat we weer de koers moeten verzetten. Komt er komt nog een hele mooie persoonlijke vraag binnen, die ik, uh, We hebben nog vijf minuten. Um, kunnen we nog iets. Maar we kunnen wel, kunnen ja, kunnen we wel... Een uh, Issis rekken. Ja, dat... Maar ik vind de vraag zo mooi, want het, het richt zich echt op... U zegt, het Een kind um, moeten we geven wat hij nodig heeft. Dus moet een leraar hebben die biedt wat diegene nodig heeft. Wat had u nodig als kind? Want, u schetste net al een beetje toch wel een wat bewogen onderwijscarrière. Wat, wat voor een leraar was, was voor u dan ideaal Aha. geweest? Of misschien heeft u hem wel gehad of haar? Ja, het is, dit is dus echt voor iedereen anders. Dus mensen die, die, die vragen stellen of dit nu kijken, die, we zullen het allemaal op een andere manier beantwoorden. Ik zie het ook bij mij, mijn zusje. Ik heb een heel ander verhaal over het onderwijs dan mijn zusje bijvoorbeeld. Um, bij mij was dat uh, deels gewoon de. Uh, Goed onderwijs natuurlijk, maar ook wel inspiratie. Ik heb. Uh, volgens het, toen ik op de HAVO zat, kreeg ik een hele leuke leraar uh, geschiedenis. Daar werd politiek voor mij opeens levend, Daar hadden we thuis niet over. Uh, en toen heb ik daarna uh, gekozen om de lerarenopleiding geschiedenis te doen. Dus het is heel bepalend uh, wie, wie je inspireert. En dat gebeurt op school. Dus ja. voorbeelden stellen, uh, misschien een soort wenkend perspectief, uh, een soort van hoop of een droom. In die zin is het school. De, de plek waar je dromen kan verwezenlijken. Maar je hebt wel mensen nodig die tegen jou dat vertellen... en jou helpen om die dromen ook nou ja, te formuleren... en hem dan ook mogelijk te maken. Nou, dat is bij mij ook gebeurd. Dat gebeurde bij mij meer op de HAVO nog dan op, op de MAVO, moet ik, moet ik zeggen. Dus daar, had ik, daar speelde vooral mee dat de MAVO mijn thuissituatie heel nou, lastig was. Mijn ouders waren net gescheiden en ik was niet bezig met school. Dus daar ontstond het beeld minder uit school, maar veel meer vanuit mijn eigen... Opvoeding thuis, toen ik bij mijn moeder woonde, uh, dat ik dacht, ja, ik, uh, hoe wil ik mijn leven nou eruit laten zien? Zo'n scheiding sprak mij natuurlijk niet aan. Nee. Uh, maar, maar mijn moeder werkte ook niet uh, meer, die was arbeidsongeschikt. Um, dus ik, ik had wel een beeld van hoe ik het niet wilde. Maar ik dacht ook, ja, hoe, hoe ga je dat dan doen? Dus um, ja, toen heb ik heel erg in de studiekeuze gidsen weet ik nog, gebladerd op de, op, op de MAVO en gekeken, wat zou ik willen doen, wat lijkt mij nou leuk? Er zaten veel maatschappelijke dingen, maatschappelijk werk en zo. En ik dacht ja, hoe, hoe, hoe kan ik dat nou bereiken? En welke route moet ik dan afleggen? Nou, met hulp van ook mijn mentor toen heb ik toen de stap gezet om naar de HAVO te gaan. Maar ook nog gekeken of ik eerst naar het mbo zou gaan. En dan ICT zou ik doen. Maar ja, maatschappelijk, dat sprak mij toch meer aan. Dus toen heb ik nou, uiteindelijk de stap naar de lerarenopleiding gezet en uiteindelijk sociologie in, in Groningen gestudeerd. Maar het is voor iedereen anders. Dat zijn dus eigenlijk die vonkjes. Ja, die, dat is mooi gezegd. Die je ergens op de weg ja. tegenkomt, die inspirerende ja. leraar. Ja. En dat, dat gun je. En dat dus... kunnen mooie vonkjes zijn. maar Het kunnen ook verdomde irritante vonkjes zijn: dat het iets gewoon, gewoon tegenzit, dat het niet gaat, dat de omstandigheden je een knock-out hebben gegeven. Dat kunnen ook de vonkjes zijn. En die, het ingewikkelde daarvan is dat dat soms je ook helemaal de put in kan krijgen. Mm -hmm. En kom er dan nog maar eens uit. En dan moeten wij er staan om je eruit te halen. We moeten helpen, alles wat we kunnen. En soms kan dat ook een vonkje zijn waardoor je juist opeens energie vindt die je eerder niet had gezien. Ja, ja en dat gun je iedereen. En dat zijn de kansen die we zoeken, maar die zijn niet zo makkelijk te pinpointen. Want het hangt ook vanaf je situatie en wat je wil en wie er nou, bij jou voor de klas staat. Ja. Um, de overgangen, hè? we kunnen nog één vraagje doen. Ja, de overgangen tussen uh, basisschool, middelbare school, ja. uh, zelfs van groep 2 naar groep 3, blijven altijd een beetje. Uh, er zit veel ruis, vaak. Uh, er komt een vraag binnen hoe u gaat samenwerken met minister Robert Dijkgraaf om ook de overgang van de middelbare school naar het MBO of middelbare naar het hoger onderwijs, om dat eigenlijk te verbeteren. Ja. Heeft u daar uh, ideeën over? Ja, het is een goede vraag, want uh, het, het risico is natuurlijk dat, dat je het als aparte dingen ziet en dan heb je ene ding afgerond nou, en dan is de andere succes ermee met, met de rest. Nou, dat mag niet zo werken, vind ik, op de basisschool naar de middelbare school. Het mag ook niet werken van de middelbare school naar, het voortgezet, of naar, naar, naar een vervolgopleiding. En het mag ook niet zo werken op een ministerie. Het, is in die zin zijn, niet, het zijn misschien allemaal ket, eh, kralen aan een ketting, maar het is wel één ketting. En, eh, en dat hebben wij ook tegen elkaar gezegd, Robert Dijkgraaf en ik. Eh, het is dus die, dat hele gebouw, en dat hangt allemaal met elkaar samen. Want wat er uiteindelijk in een beroep straks geleerd wordt... of dat nou op het mbo is of op de universiteit... Wat je daarvoor nodig hebt, de basis leg je daarvoor natuurlijk op de basisschool. Dat klinkt heel makkelijk, maar als dat zo snel verandert, dan moet dat dus ook een hele tijd weer een feedbackloop zijn. Dat je hele het weer checkt van: zijn we dat nu ook aan het doen? En weer checken. Nou, dat kan denk ik uh, beter. En dat begint natuurlijk bij uh, het ministerie zelf. Dus het, wij moeten dat doen. Hè? Robert gaf, ik, ik moet, moeten dat doen. Moeten mensen in het onderwijs daar ook toe uitdagen. En wat ik mooi vind, is dat je ook steeds meer die, nou ja, die, 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 die kruisingen ziet. Hè? Dus een. Een basisschool die ook zegt, nou, we willen misschien wel een soort tussen de 10 en 14 nog een niveau brengen, samen met de middelbare school die hier om de hoek zit. Of uh, een verlengde brugklas. Uh, dit soort voorstellen staan nu ook in het regeerakkoord. Dus we hebben daar ook aanleiding toe om het ook echt te gaan doen. Nou ja, en ik heb bij uh, Dijkgraaf uh, ook het idee dat wij dat ook heel graag samen willen doen. Ik ga zelf ook naast het primair onderwijs en voortgezet onderwijs me bezighouden met leven lang ontwikkelen. Dus dat zit eigenlijk helemaal aan het eind, zou je kunnen zeggen. Als je gewoon aan het werk bent en erachter komt van: hé, hey, om dat te kunnen blijven doen of om iets nieuws te, te kunnen op mijn werk, moet ik dit ook leren. Moet ik ergens ontwikkelen. Ja, en hoe moet dat onderwijs daar jou ook bij kunnen helpen? Dus ik, en, en, en daarvoor zit van groot deel natuurlijk weer bij het MBO en het HBO. En ook op de universiteit. Ja, dan moet ik automatisch naar Robert Dijk gaan. Ja. Um, dus we hebben elkaar echt nodig. Maar vooral die nou ja, kruisbestuiving onderling is heel erg nodig. Ja, en de route is wel uitgestippeld, hoe jullie ja. dat het beste... Ja, daar hebben we dat het doet. echt al over gehad, omdat, het, omdat het, ja. die vraag terecht is. Ja. Goed, volgens mij uh, zit onze tijd er wel zo'n beetje op. De, uh, er zijn ongetwijfeld nog wel wat vragen in de chat... maar uh, die worden dus naar u doorgezet. Ja, en anders doen we het gewoon nog een keer. Lijkt me hartstikke leuk. Ja. Uh, tot slot, is er nog iets wa waarvan u zegt: Nou, dit wil ik echt nog heel graag even kwijt. of hiervan, uh, nee, dit moeten mensen nog even van me weten. Nog, nog een. La nou, ik wil twee. Jawel, nou, van mij weten weet ik niet. Uh, Daar ga ik over nadenken. Uh, maar misschien twee dingen. Eén, uh, uh, ik hoor op in het onderwijs heel veel, nog eh, zeg maar. Niet zo heel veel gesprekken gehad. Maar wat ik hoor. Maar ook in de afgelopen jaren. Want ik heb, ik heb ook een dochter nu op de basisschool. Dus ik, ik hoorde ook wel eens wat. Uh, is dat er eigenlijk heel veel goede ideeën en plannen zijn. En dat ook op heel veel plekken dat ook lukt. Ik had vorige week nog met uh, ambassadeurs. Een aantal daarvan waren leraar van het jaar geweest. Een, oh ja. een gesprek. Daar, ik werd daar stuitend uh, van energie. Hier kwam ik uit die kamer. Want daar zitten zoveel goede ideeën bij. Dus ik zou ook willen zeggen dat ook als je denkt er moet iets beter. Um, uh, ga niet alleen maar tegen elkaar zeggen dat het beter moet, maar zet je schouders eronder. Als je het niet alleen kan, vraag hulp. Of van collega's, of van een ministerie, of op een andere manier. Uh, en bemoei je ermee. Hè. Laat het je niet gebeuren dat je ergens voor die klas staat en je daar niet fijn over voelt, omdat het niet werkt. Um, en ik vind dat wij dan ook extra alert moeten zijn om dan te helpen. He, dus het, uh, het gevoel dat je denkt: Nou, dat Den Haag het zal wel, ik heb er niks aan. Ja, dat vind ik een heel vervelend gevoel. Als ik maar iets kan doen om dat een beetje beter te maken, ga ik dat doen. Dus dat is mijn vraag, maar ook wel mijn opdracht. Uh, en twee is, uh, geef het, uh, bemoeien er dan ook bij mij mee. Hè? Dus als we de komende jaren vragen om mee te denken of uitnodigingen of goede voorbeelden. Je zou mij er heel erg mee helpen om die ook uh, te laten zien. Um, we krijgen er nu al heel veel binnen. Daar ben ik echt heel dankbaar voor, want dat vind ik mooi. Ik ben er pas net en heel veel mensen laten meteen weten. Ik vind iets, ik denk iets, ik kan iets, ik heb hier iets moois gezien. Dat moet je weten, Dennis. Nou, dat vind ik echt heel leuk. Dus uh, dat schept naar mij ook een verantwoordelijkheid. Vind ik ook spannend, want hoe ga ik dat allemaal zometeen ook iets mee doen? Daar ga ik er wel mijn best voor doen. Um, dus dat is meer iets wat ik zou willen uh, bieden aan mensen. En verder hoop ik dat we dit soort gesprekken vaker gaan doen. Dan vind ik het ook heel leuk om met jou te spreken. Ja. En, uh, leuk waar jij nu mee bezig bent, maar ook uh, dat je die combinatie met leraar en ambtenaar bijvoorbeeld gehad hebt. En dat nou ja, het, is, het doet in mijn hoofd is ook weer zo'n vonkje waarvan je denkt: hé hey ja, dat is leuk om nog verder te doen en ja. meer over te weten. Dus dankjewel aan jou en dankjewel aan al die mensen met die vragen en blijf er zo. Ja, ja. Uh, we zien in de chat al dat er uh, uh, veel opgepist is tot uh, nog een sessie. Dus ik denk, Kijk, wellicht, ik hoorde ook uh, docenten die op dit tijdstip nog les geven. En uh, ja. we hebben geprobeerd natuurlijk. Om een tijdstip te vinden waarop die kans wat kleiner is. Mm -hmm. Maar ook te voorkomen dat je in de avonduren, uh, als je misschien met je eigen kinderen uh, iets aan het doen bent, dat je dan ook nog zo'n sessie hebt. Dus we gaan wel gewoon dit vaker doen op verschillende manieren. Dus het is helemaal niet na vandaag voorbij, totaal niet. En we moeten gewoon even kijken dat er ook verschillende tijden in zitten. Want ik snap het voor iedereen, komt het op een ander moment uit. Misschien moeten we wel gewoon uh, een keer ook morgens uh, half acht, acht uur in de lerarenkamer een sessie doen. En dat andere mensen die ook op dat moment in de Lerarenkamer zitten... met elkaar de, nou, de Zoom of de ja. Webinar of de WebEx... of hoe die programma's ja. maar heten, aanzetten. En dat we op die manier ook op dat tijdstip een gesprek kleine hebben. We gaan briefing. gewoon dingen verzinnen. Ja, precies. Ja, ja, de... ja een kleine briefing. Ja. Nou, dat is ons in de onderwijsland Leuk idee, Geen. allemaal welkom. ja, ja. <laughs> um, Goed, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je tijd en open houding Want uh, ik denk uh, naast de plannen voor het onderwijs dat we ook echt... Wel iets meer hebben gezien. Oké, okay, wie, is, wie is minister Dennis Wiersma? Dus uh, heel ja. hartelijk dank. Nou, en hou ]igen. me scherp om dat zo te houden. Ja, nou, dat hou ah, okay. <laughs> ik. Daar, daar mag je maar aan houden. Um, ik wil uw kijkers heel hartelijk bedanken voor het kijken. En voor de hoeveelheid vragen die zijn ingestuurd, uw betrokkenheid. En heel graag tot de volgende keer. Dag.